Zo familie, leuk als je weer zit te kijken naar deze nieuwe vlog van mij. En het is alweer weekend voor mij, het is donderdag voor ons. En leuk als je weer zit te kijken naar deze vlog. En morgen ga ik naar FC Groningen. Dus tot morgen maar weer. Mag ik maar weer kijken van mijn nieuwe vlog vandaag. Oh, ik heb krap aan jou. Een kopje koffie met mensen. Koffie, een beetje gezelschap. Pak tijd voor jezelf. Waar is je? Ja. Zie je het wel? Dat is wel. In de dorp rond de stad te leven. En leven voor mij de eerste jaar. Ja, dat in de dorp vrij weinig te beleven. De zon op de zuid aan de wilde dijk. Op een vaste spot waar we dag en nacht waren. Je interesse verandert en iedereen wordt ouder. Maar de omgeving werd voor mij steeds vertrouwder. Ik kijk er nu overuit, dus dan met die niet horen. En negativiteit willen we hier niet horen. Ik voel me thuis tussen stadjes, de grachten, het stadspark, de grote markt en studentennachten. Ik vind het prachtig, kan niet anders verwoorden. Shit. Welkom in Groningen, de trots van het noorden. Doe alsof je thuis bent, waar ik thuis ben. Welkom in de stad die geen tijd kent. Niet dat de klok hier is stilgestaan, hier wordt niet veel gedaan, hier wordt je warm ontvangen. Doe alsof je...
Voor Groningen werd gescoord door Alexander Surlands. Zo mensen, dit is weer het einde van de vlog, dus doe dan even een blauw duimpje omhoog en abonneer hier boven of beneden, weet ik nog niet. En laten we maar weer bij een nieuwe vlog van mij. Oeh.